aardige goal, Luciano. Ja, goede steekbal van Clint en kwam even in met de keeper. En, ja, het zat er aardig in. Ja, een van de eerste ballen die je voelde, want je was pas net in. Ja, ik zou vandaag eigenlijk niet spelen, maar omdat Nico een beetje last had, had trainer al gezegd dat ik voor moest bereiden op 20 minuten. Maar ja, voor mij was het lekker om zo snel mogelijk natuurlijk weer fit te worden. Ja, want een weekje later begonnen vanwege interlandverplichtingen, nog maar net in training en dan toch even een partijtje spelen. Ja, zo kan je het wel zien. Ik ben eigenlijk pas 5 dagen bezig met training. Maar ik ben blij dat ik toch vandaag minuten heb mogen maken en zoals ik al zei, word ik toch sneller fitter. Ja, en even dacht ik, tot 1 seconde voor tijd, door die goal van jou, dat PSV de Valais Cup zou beginnen met een gelijkspel. Ja, dat dacht ik ook. Helaas op de laatste minuut geven we het toch weg en dat is doodzonde. Ja, nou is het een oefenwedstrijd in een trainingskamp, dus geen man overboord. Wat misschien zorgelijker is, is wat er allemaal bij PSV gebeurt. De ene naar de andere speler vertrekt. Maak jij je zorgen? Ik denk dat ze moeilijk vervangbaar zijn. Je levert toch bijna 40 goals in als je het zo bekijkt. Maar aan de andere kant heb ik ook heel veel vertrouwen in Marcel Brands dat hij goede spelers zal aantrekken. Ja, want dat is het andere verhaal. Spelers die gaan, maar spelers die niet komen. Pereiro, Lentienne, wat is jouw gevoel daarbij? Ja, ik hoop natuurlijk dat PSV zulke goede spelers natuurlijk aantrekken dat ze naar hier komen. Maakt het team beter, maakt ons beter en we willen natuurlijk...